het Café Americain in Amsterdam. Dank voor zo'n heerlijk applaus. Welkom ook aan onze gasten hier aan tafel. Laten we meteen gaan naar het nieuws van vandaag. Het is 2 dagen na de verkiezingen en nu zijn ook alle stemmen van Nederlanders in het buitenland geteld. Marianne Thieme heeft daar veel fans en daardoor kreeg haar Partij voor de Dieren de laatste restzetel toebedeeld. De partij van Alexander Pechtold, D66, kreeg ruim 14.000 stemmen uit het buitenland, op de voet gevolgd door de VVD. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren verheugde zich vanochtend al op de 5e zetel. Het zijn voorlopige uitkomsten. De kiesraad stelt de officiële uitslag dinsdag vast. De demonstratie die vandaag gepland stond in Rotterdam is afgelast. De organisatoren waren bang dat tegenstanders de demonstratie zouden verstoren. Burgemeester Abu Talib doet er ondertussen alles aan om de spanning binnen de Turkse gemeenschap in zijn stad te verminderen. Er mag geen verslag worden gemaakt en ook geen lijst van aanwezigen worden gemaakt. Er mag niet de pers gecommuniceerd worden, omdat er toch echt angst wordt gevoeld dat mensen met name in toename in de Turkse media opduiken. Zowel de mensen die vanuit Turkije worden gezien als vijand van Turkije, maar ook mensen die gezien worden als loyaal aan Turkije en dit verwijt zouden kunnen krijgen, waarom ga je met de ander in gesprek? Aan beide kanten is er dus angst en dat is heel reëel. En ik wil niet dat met mij spreken onder die omstandigheid voor de mensen zelf een gevaar oplevert. We zullen doen het maar voorlopig in stilte. Ja, mevrouw Dijksma, is het verstandig wat de burgemeester nu doet? Ja, ik denk dat hij de boel bij elkaar aan het houden is. En dat is voor een burgemeester meestal een belangrijke taak. Ja, wonderlijke problematiek waar we nu mee te maken hebben, vond ik, toen ik hem zo hoorde vertellen. Ongelooflijk. En ook heel zorgelijk dat je ziet dat de invloed bijvoorbeeld vanuit Turkije op de situatie in ons land zo groot is. Dat zou eigenlijk niet moeten. Ja. Druk gespeculeerd vandaag in de Tweede Kamer over de tosti die denkvoorman Kuzu in zijn jasje stopte, vlag voordat hij werd geïnterviewd. Ja. Dag meneer Kuzu, goeiedag. Goeiedag. Gefeliciteerd. Dank je wel. Geef u een hand. Het mysterie van tosti. Het is echt een telefoon, beste mensen. Kom op. Sander, is dit de meligheid die nu een beetje toeslaat na de verkiezingen? En dat jullie daar toch allemaal nog een beetje rondlopen en denken, ja. Ja, we moeten iets. Volgens mij is dit een halal hoesje. Dat is een halal hoesje, dat is het. Ja, we praten aan tafel nog een beetje na over de verkiezingen, de haperende techniek bij de NOS, het ontluisterend verlies van de Partij van de Arbeid. En wie was in de ogen van onze politieke watchers hier aan tafel bijvoorbeeld de absolute smaakmaker van de campagne? Maar allereerst het laatste nieuws over Hans Spekman. Zojuist heeft de PvdA-voorzitter bekendgemaakt dat hij opstapt. De historische verkiezingsnederlaag wordt hem persoonlijk aangerekend. De Partij van de Arbeid heeft een historisch verlies te verwerken. Een dramatische nederlaag. 29 zetels, het grootste verlies voor de Partij van de Arbeid ooit. Een zwarte avond. Moet je kijken, wat een verschil. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. Dramatisch. Ik denk dat alle sociaaldemocraten vanavond een kras op hun ziel hebben gekregen. Wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat we ook gewoon zelf erkennen dat er fouten zijn gemaakt en daar horen consequenties bij. Ik vind het voor de eenheid van mijn partij cruciaal dat ik dus opstap. En dat betekent dat ik de kandidaatstelling voor de nieuwe voorzitter nog voor de zomer open. En dat ik per 7 oktober voorzitter af zal zijn. Sharon Dijksma, wanneer is dat besluit genomen van Hans Spekman? Nou, volgens mij is hij daar in de loop van gisteren al toegekomen. Terwijl hij toch een beetje het idee gaf van ik blijf. Nou ja, weet je, op zo'n moment gebeurden 2 dingen. Er zijn natuurlijk mensen die zijn positie ter discussie stelden. Maar hij kreeg ook heel veel mensen vanuit de partij die hem juist steunen. Die zich door hem vertegenwoordigd voelen. En dat is gewoon een heel moeilijk moment. Want je wilt aan de ene kant, juist als het heel slecht gaat, je club niet in de steek laten. Maar op het moment dat er zoveel discussie ontstaat, dan wil je daar ook iets mee doen. En ik denk dat dat worsteling is waar hij doorheen gegaan is. Wij vonden het een beetje half-half. Waarom? Nou ja, nu bekendmaken dat je in oktober weggaat. Ja, maar trekt die pleister er in 1 keer af? Ja, nou, hij trekt hem er nu af, want zijn besluit is hij gaat weg. En tegelijkertijd weten we dat er gewoon ontzettend veel moet gebeuren. We zullen heel veel mensen, zowel die in Den Haag voor ons werken, maar ook bijvoorbeeld het partijkantoor, ja, die zullen we verliezen. Daar moeten we afscheid van nemen. En ik denk dat hij dat ook op een goede manier wil doen. Dat niet uit zijn handen wil laten vallen. En tegelijkertijd gewoon ruimte wil maken, ook voor vernieuwing. En ja, ik vind het heel erg. Ik bedoel, de gifbeker lijkt gewoon nog niet leeg te zijn. Als je dit allemaal ziet. Nee, nou hij gaat weg om de eenheid te bewaren. Hè? Dreigde er dan een tweedeling in de partij? Nou, wat je zag, is dat er inderdaad discussie was. Er zijn mensen die zeggen van hij moet consequenties trekken uit zo'n historisch verlies. En er zijn ook heel veel mensen
Die ken ik ook. Die zeggen, nee, hij had eigenlijk moet gewoon blijven. Hè. We moeten dit niet alleen maar met een personele wisseling denken op te lossen. En ik denk ook oprecht dat wat wij nu meemaken echt veel groter is dan alleen maar de verantwoordelijkheid die één persoon in zich draagt. Ja, maar dat is dan binnen onder de leden, hè, maar ook binnen de top van de partij volgens mij. Nou, weet je, het maakt uiteindelijk nu op dit moment niet meer uit. Want hij heeft dit besluit genomen en ik heb er alleen maar heel veel respect voor. Als u zegt de gifbeker, het lijkt alsof die nog niet leeg is. Denkt u dat met dit besluit dat er dan in ieder geval een soort nieuw tijdperk aanbreekt? Of bent u bang dat het nog even voort zal duren? Dat er discussie komt bijvoorbeeld over de positie van Usher? Nee, dat denk ik niet. Ik merk dat er heel veel steun is. Jullie hebben zelf volgens mij daar gisteren ook iets over laten zien. Onder zowel onze kiezers als bij onze leden. En ik vind ook echt binnen de PvdA dat dat nou een keer moet ophouden. Dat we elke keer met de wisseling van mensen of het weer aanwijzen van mensen die dan plaats moeten maken, denken dat we een probleem oplossen. Het gaat nu inderdaad over de toekomst van de sociaaldemocratie. Het is het ook waard om te bevechten. Daar moeten we echt voor gaan. En er is heel veel te doen, dus ik wil heel graag vooruitkijken. Maar ik merk wel dat het is nu de tweede dag na woensdag en ik stond vanochtend niet heel vrolijk op. Nee. Hoe praten jullie onderling daarover? Nou, met een mengelmoes van aan de ene kant emotie, want het doet ons allemaal echt heel veel pijn. Gewoon echt zielenpijn, zeg maar. En aan de andere kant ook realisme. Dit is nou eenmaal hoe het is. Dit hoort er ook bij. Als je aan verkiezingen meedoet, dan loop je risico dat je een enorme afstraffing krijgt. Maar dit is heel groot. En ook met toch wel al reflectie van, hey, wat moeten we anders doen? Hoe moeten we dingen anders doen? Dat hoort er gewoon allemaal bij. Als je naar kijkt, dan is het ongeluk misschien begonnen op het moment dat een zittende partijleider zich moest kandideren en uiteindelijk werd vervangen door een ander. Je zou kunnen zeggen, we houden wel een lijsttrekkerverkiezing, alleen pas als er een vacature is. Nou, ik weet ook niet of dat waar is. Want we hebben natuurlijk in de periode die nu achter de rug is al een paar verkiezingen op een rij gewoon een slecht resultaat geboekt. Je ziet dat vanaf het moment dat we zijn gaan regeren met de VVD het in het begin nog goed ging. Maar toch bleek het heel moeilijk te zijn om mensen uit te leggen, waarom ga je nou met je ideologische tegenpool in zee? Nou, het kon niet anders. De anderen waren er ook niet. Mm-hmm. En vervolgens ook nog in een tijd dat de economische crisis natuurlijk behoorlijk om zich heen sloeg. En dat heeft ook heel veel mensen geraakt. En onze achterban, volgens mij, is kwetsbaar. En ook al hebben we hen geprobeerd te ontzien, niet iedereen merkt nu al dat het beter gaat. Maar los daarvan, als we terugkijken naar die lijsttrekkersverkiezing en het leed eigenlijk dat twee prominenten elkaar hebben moeten aandoen om ten koste van elkaar te winnen en de ander verloor. Als u dat beziet en ook wat voor late start dat Usher heeft gegeven in de campagne, zou dat iets zijn waarvan u zegt dat gaan we nog een keer doen? Nou, we zullen daar zeker naar moeten kijken. Ook naar hoe dat gegaan is en ook het tijdstip waarop dat gedaan is. Ik begrijp dat er grote analyses komen nog, maar uw gevoel. Dit moet daar ook een onderdeel van zijn. Maar andersom, we hebben ook geleerd van de momenten waarop we leiders via een soort van erfopvolging aanwezen. En dat ging ook niet altijd goed. Hè? En bij ons word je inderdaad niet aan de keukentafel in Os aangewezen. We zijn ook niet een partij met maar één lid. Ja, dus ja, wij doen het anders en we moeten ook hier, vind ik, naar kijken. En we moeten ook vooruitkijken, want wat er aan de hand is als je kijkt naar de uitslag, we hebben heel veel mensen vanuit met name de oudere groep die nog op ons gestemd is, hebben. Maar we missen de aansluiting met bijvoorbeeld vrouwen, met migranten, met jongeren. Ja, dus er is echt heel veel te doen. En ik zag net die drie blonde mannen en mijn motto voor de komende tijd is let's make the PvdA great again. Juist. Toch nog even. Jan Vos, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, een hele scherpe brief geschreven in de Volkskrant. Ik wil graag één regel voorlezen, namelijk het begin. De Partij van de Arbeid heeft een historische nederlaag geleden omdat we in het verleden leefden, met onszelf bezig waren en de kiezer vergaten. Daar is geen spel tussen te krijgen eigenlijk, hè? Nou, er zijn best wel wat spelden tussen te krijgen. Welke dan? Nou, we hebben verantwoordelijkheid genomen en dat was in het heden en dat deed pijn, maar dat was wel nodig. Zijn dingen niet goed gegaan, want anders zouden we niet zo'n desastreuze uitslag halen. Dus daar zullen we het snel over eens zijn. Maar ik vind tegelijkertijd, als je kijkt naar wat Jan in deze brief schrijft, dat ook niet fair in de manier waarop hij oordeelt over mensen. En ik vind dat ook niet de manier waarop wij zo meteen een stap vooruit zetten. Dus we moeten hard voor onszelf zijn. Ook hard over de fouten die we maken. Maar we moeten ook wel weer met elkaar verder. En kijk, voor mij geldt dat de Partij van de Arbeid is een politieke
partij die vertegenwoordigt een stroming die in mijn ogen gewoon vanuit mijn idealisme onmisbaar is in Nederland. En dat zullen we weer moeten verdienen. Want we hebben heel weinig mensen die dat kennelijk nu nog met ons delen. Mm-hmm. Rob Oudkerk heeft gezegd, de Partij van de Arbeid moet zich opheffen. Ja, nou, dat is mooi dat Rob dat vindt. Ja. Misschien kan Jan Vos of Rob Oudkerk voorzitter worden. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. En los van het oordeel over dat hij dat zegt in de openbaarheid en wat dan ook. Het idee dat misschien waar het voor stond, de Partij van de Arbeid, wat u, bij u doorleefd is, dat dat misschien niet meer zoveel aansluiting vindt bij de bevolking en de behoeftes van de kiezers. Dat kan natuurlijk. Nee, dat zou kunnen, maar als ik het in één zin kan samenvatten, waar staat voor mijn gevoel de Partij van de Arbeid voor? Dat is dat je van een dubbeltje een kwartje kan worden, zonder aanziens des persoons, waar je wieg ook staat. Of die nou staat in Tolbert of in ergens Aleppo, voor mijn part. Dat is de Partij van de Arbeid. En dat is het waard, elke dag opnieuw, om daar ook voor te strijden. Omdat er echt nog heel veel onrechtvaardigheid is, sociaal verschil is. En dat wij dat nu niet goed over het voetlicht brengen, dat we misschien ook andere keuzes moeten maken, ander scherpe politiek moeten zijn. We hebben natuurlijk in een coalitie ook kleur op de wangen verloren. Dat is allemaal waar en dat moeten we ook allemaal gaan doen. Maar zeggen dat wij eigenlijk overbodig zijn, dat vind ik, dat voel ik ook echt niet zo. Ik ben het gewoon hardgrondig mee oneens. Ik vind Rob een aardig vent, maar hier heeft hij ongelijk. Ja. Zou u zichzelf willen kandideren om voorzitter te worden? Nee, ik heb net toen op weg hier naartoe, dat was dan mijn enige lichtpunt van vandaag, gezien dat er maar liefst 35.865 mensen, of 825 wil ik vanaf zijn, zonder Bonaire, want dat weten we nog niet, op mij hebben gestemd. Dus ik heb een heel mooi mandaat gekregen om in de Tweede Kamer mijn werk te doen.